was wel, we hadden elkaar aan de lijn toen ik werd uitgenodigd om wat te vertellen. En dat ging over durf te vragen. Maar wat ik nog niet zo op websites et cetera etaleer, is dat ik in Nijmegen, van Nijmegen een sharing city aan het maken ben. Dat is een concept uit Amerika, van Shareable. Dat gaat over de vraag hoe je als stad slimmer om kan gaan met je overvloed. Dus wij spraken elkaar tegen van, zei ja, ik wil wel vertellen over durf te vragen, maar ik wil het veel liever hebben over Nijmegen Deelstad. Dus omdat dat volgens mij ook te maken heeft met jullie vak, dus ik ga ze naar elkaar toe vertellen. Wat is belangrijk om over mij te weten, ik ben manisch positief, ik denk dat bijna alles kan. En ik kan niet tegen verspilling. En dat gebeurt en masse. Daar word ik heel onrustig van. En ooit op een gegeven moment vroeg iemand mij, waar komt dat dan vandaan? En dat is zo'n beetje zo'n diep filosofische vraag. En ik ging eens nadenken en toen dacht ik, ja weet je, ik kom uit Bussum. En als klein jongetje, 6 of 7 jaar, had je in Bussum had je nog grof vuil. Grof vuil, dat in Nijmegen hebben ze dat niet, maar dat was grof vuil. En dat betekende, alles wat je nodig had om mee te kunnen spelen, stond 1 keer per week gratis langs de weg. Alles. Dus als ik wou graag een kamer vol met kussens, want als ik dan aan het knokken was met mijn vriendjes, dan kon ik ze echt zo tegen de muur aan gooien, liep ik langs de weg. En dan stond het gewoon. Kasten, nieuwe televisie, radio's, nieuwe tafels van huis. Het stond er gewoon. En we gooiden het allemaal weg. Dus ik kwam regelmatig weer thuis, tot het groot verdriet van mijn moeder, met allemaal nieuw meubilair. En ik denk dat het daar is het beginnen met mis te gaan. Want dat, volgens mij leven we op dit moment in de grootste grabbelton ter wereld, maar hebben we afgeleerd om te grabbelen. Toen stond het langs de straat en nu zie ik het overal. Een heel simpel, maar vind ik wel krachtig voorbeeldje, is dat we in Nederland 7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leeg staan. We hebben 14.000 daklozen, dus we hebben per dakloze 388 vierkante meter over. Dat is niet te weinig, er is te veel. En in alles wat ik doe, is dat een beetje mijn leidraad. Er is niet te weinig, maar er is te veel. Alleen het ligt op de verkeerde plek om benut te wezen. Als je die daklozen een dakje hebt gegeven die je wilt eten geven, weet dan dat we per dakloze in Nederland 5.500 kilo eten per jaar weggooien. Dus dat is gewoon ook. En als je dat combineert met het aantal mensen wat het leuk vindt om iemand anders een beetje verder te helpen met zijn of haar kennis, dan kan je ze echt prachtig opleiden en dan kunnen ze van alles gaan doen. Dit kan allemaal al lang, maar we hebben een construct gecreëerd waarin het bijna onmogelijk is geworden om er gebruik van te maken. En gelukkig is dat aan het veranderen. Nou, daar heb ik mijn werk van gemaakt. En om daar je werk van te maken, dat is gedoe. En ik ga een beetje, ja, want niemand snapt het. Het is onontgonnen gebied, dus mensen proberen dat te beoordelen vanuit het verleden, maar het gaat over de toekomst, dus het werkt helemaal niet. Dus dat is gedoe. Dus ik ga even iets vertellen over een paar knopen waar ik tegenaan ben gelopen en ik vermoed dat jullie die gegarandeerd tegen gaan komen. Knoop 1, grote letters, geld. Wat gebeurt er namelijk? Stel je hebt een goed idee, dan wordt de eerste vraag zo'n beetje, is er budget voor? En als dat er niet is, dan gaat het goede idee in de kast onder stapel papieren en dan doe je er niks mee. Dus wat ik ontdekte was dat geld is een enorme rem om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, in die tijd dat ik dat aan het ontdekken was, dat was 2006, 2007, had ik een jaar of 13 een adviesbureau gehad. Heel even kort hoe dat werkt. Als je een adviesbureau hebt, dan zijn er grote partijen die zeggen van, nou, wil jij langskomen en slimme dingen bij ons doen? Dan moet je een offerte schrijven, dat is een hele stapel met papier, waarin je dingen belooft die je eigenlijk niet zeker weet, omdat ze ook van de context van de opdrachtgever afhangen. En als ze dan akkoord zijn, dan staat er op dat papier, nou, Niels Roemen en je adviseurs, jullie komen allemaal en jullie komen in dagdelen en per dagdeel krijg je zoveel geld. Dus de belofte is, ik moest ergens steeds 4 uur zitten en dan wist ik, na 4 uur krijg ik zoveel geld. Maar wat er gebeurde met regelmaat was dat na een uur was het ei wel gelegd. En dan moest ik er nog 3 uur zitten, conform afspraak. En wat er dan gebeurt is, dan ga je toneelstukjes spelen. Dus dan gingen ze ongeveer hetzelfde nog maar een keertje vragen en dan gingen ze ongeveer hetzelfde nog maar een keertje uitleggen. En het enige wat ik werd dik betaald, moet ik zeggen, het enige wat ik dacht was, er zijn allemaal clubs in Nederland die ik op dit moment zou kunnen helpen voor niks, want jullie betalen me toch al om niet mijn tijd te voldoen. Dus ik heb dat op een gegeven moment voorgesteld aan de opdrachtgever. Ik zeg, joh, moet je luisteren, kunnen we niet een andere afspraak maken? Dat als we eruit zijn en er is nog tijd over, dat ik dan allemaal clubs met weinig budget kan gaan helpen voor niks, want jullie betalen me toch al. Nou, dan ken je misschien wel dat bij een gesprekspartner de boel echt helemaal spraak loopt in het bovenkamertje. Dat gebeurde hier, dat kan niet. Beste meneer Roemen, gij zult blijven zitten. Ik denk, nou, dat kan ik mee. Dus ik ben gaan werken op basis van waardebepaling achteraf. Dat betekent, ik heb geen tarief en ik schrijf ook geen offertes. Ik kom op die plekken waar ik denk, daar heb ik echt wat te doen. En mensen mogen achteraf beslissen wat ze daarvoor over hebben.
Dat doe ik sinds 2007 en ik ben nog steeds niet dood. Dus het kan ook. Het is niet makkelijk, want je krijgt, word je dan nooit genaaid? Ja, met regelmaat. En krijg je dan nooit dingen waar je niet op zit te wachten? Ja, je krijgt bijna, na, zeker als je leven niet geeft, krijg je bijna altijd een fles wijn. Ik drink geen alcohol. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje te krijgen. Maar daar ontdek ik wel iets heel geinigs. Wat is er namelijk aan de hand met bijvoorbeeld wijn? Dat vinden andere mensen wel lekker. Daar komt de grap. Als je dus veel lezingen geeft, dan heb je op een gegeven moment in mijn co-workplek, die ik in Nijmegen had, vertel ik straks iets meer over, had ik een kast vol met wijn. Die ik niet op kunt drinken, want ik lust het spul niet. Maar ik moest ook een lezing geven voor een ondernemingsnetwerk in Nijmegen. En die waren hun kerstborrel aan het voorbereiden. Ik zei, hé, hebben jullie al wijn? Dat hadden ze nog niet. Ik zei, rij even naar de waarmakerij, toren op straat 117. Achter in de keuken staat een stalen kast, die staat vol met wijn. Mag je hebben? Hebben ze gedaan. Nou ben ik wel van projectjes organiseren, onder andere in Nijmegen. Dus als ik een website nodig heb, een logo of een ingang bij de gemeente, bel ik de voorzitter van het ondernemingsnetwerk op en zeg, je spreekt met Niels Roemer, je weet wel van die kast met wijn. Ik ben bezig met een projectje en weet jij nog iemand die me even kan helpen met dit of dat? Opgelost. Dus wat waardeloos leek voor mij, lag gewoon op de verkeerde plek. En door het te brengen naar de plek waar mensen wel wat aan hadden, zijn mensen genegen om iets terug te doen. Dit is overvloed. Daar kan je mee gaan puzzelen. Dus ik ben gaan werken in plaats van waardeloos achteraf. Het tweede wat gebeurde in die tijd was dat ik een filmpje zag van het schoonmaken van Estland. Wie heeft dat gezien? Oh, jongens. Ja, nieuwe generatie. Ja, je hebt het al gezien? Oké, iets met 50.000 mensen in 5 minuten een heel land schoonmaken. Dat filmen ze. Wat vond je ervan? Ja, superleuk, super. Ik kreeg helemaal kippenvel toen ik het zag. Wat was er aan de hand? Ranier is een Estse jonge man. En die liep daar door het bos. En het was in Estland goed gebruikt. Dat als je rotzooi had, dan kiepen die dat in het bos. Dus er lagen autobanden, accu's, radio's, weet ik wat het allemaal lag in het bos. Een soort mediamarkt, maar dan met natuur. En hij liep door dat bos en hij dacht, wat een puinhoop, we moeten het opruimen. Laat ik met een vriendje van hem over en toen dacht hij, ja maar als we aan de linkerkant van het land beginnen, dan zijn we over pak een beetje 3 jaar aan de rechterkant van het land, dan kunnen we aan de linkerkant heel opnieuw beginnen. Weet je wat, we gaan het hele land in 1 dag opruimen. En op 3 mei 2008 hebben ze in 5 uur tijd met 50.000 vrijwilligers heel Estland opgeruimd. Als je op YouTube intikt Clean Up Estonia, dan zie je het filmpje, duurt 5 minuten of zo, dan zie je hoe ze het gedaan hebben. Maar ik kan het je ook uitleggen, dat scheelt weer kijktijd. Wat ze dachten, ze hadden dus een heel simpel doel, het land moet schoon. En toen hebben ze Ati gebeld, Ati is de bedenker van Skype, dus die is handig met technologie. Zei ze, Ati joh, kun jij een appje maken dat als mensen hier door het bos wandelen, dat ze dan op een kaartje kunnen zeggen, plop, hier ligt een oude accu of een koelkast of weet ik wat. Ati had een appje gemaakt. En toen hebben ze aan BE, dus bekende Estes, gevraagd van, goh, als je dan toch op televisie bent, wil je dan even vertellen dat we gaan schoonmaken op 3 mei? Hebben ze gedaan. En dan kun je aanmelden via Google Docs, dat is gratis, dus heb je ook niet per definitie geld voor nodig. En dan was de vraag van, nou waar woon je dan? Nou, ik woon in Tallinn. Nou, daar ligt op die hoek ligt een oud accu'tje. Kun jij dat op 3 mei even in een containertje kiepen? Dat betekent, wat zijn de ingrediënten hier? Een heel duidelijk doel. Hele duidelijke tijd en plek en mensen wisten precies wat ze moesten doen. Als je dat keer 50.000 mensen doet, kun je dus in 5 uur tijd een heel land opruimen. Dat hebben ze voor de gein teruggerekend, als de Estse overheid het op haar tempo had gedaan, hadden het 3 jaar geduurd en 22,5 miljoen gekost. Dus ze deden in 5 uur voor 5 ton. Dat is opgegaan aan de plaats van de containertjes en het duurzaam scheiden van het afval. Dus dat kan. En dan zat ik in mijn adviseursrol te kijken naar bedrijven die iets voor elkaar willen krijgen. En die 3 hele simpele ingrediënten, weten wat je voor elkaar wil krijgen en wat je dan precies moet doen en wanneer, die mislukken falikant in het bedrijf waar ik rondliep. Het werd altijd moeilijk. Het werd altijd moeilijk. Het werd altijd smart gemaakt, specifiek meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. En vanaf het moment dat dat gelukt is, snapt niemand meer wat ze moeten doen. Dat is wat ik zag. Nou, dus daar raakte ik behoorlijk van in de war. Enfin, het was duidelijk, Niels, je moet weg bij dit adviesbureau. En het derde wat er gebeurde was dat ik, en dat was een maffeltje, samen met Herman Dummer durf te vragen heb. Ja, bedacht klinkt mooier dan de realiteit. Zo'n probeerseltje, weet je wel, je laat eens wat op en kijken wat er gebeurt. Dat was durf te vragen in het begin. En dat is helemaal niet online begonnen, dat is in het echt begonnen. Er is een beurs,
de Performa in de jaarbeurs. En dan komen alle adviesbureaus bij elkaar en gaan ze zeggen waar ze goed in zijn. En die hadden een standruimte over, 90 vierkante meter. En we werden gebeld, we hebben 90 vierkante meter over en er moet wel wat gebeuren, anders ziet het er niet cool uit. Willen jullie wat doen? En we hadden gedacht, wat zou er nou gebeuren als niet al die standhouders alleen maar gaan vertellen waar ze zo vreselijk goed in zijn, maar als ze elkaar gaan helpen? Nou, dat lukt alleen maar als je weet waarmee. Dus dan moeten mensen wel om hulp gaan vragen. Dus we zeiden, weet je wat, we willen wel komen, maar als geen bedrijf, we hebben ook niks te koop, maar we gaan de bezoekers uitdagen te vragen wat ze echt willen. Mag dat ook? Nou, dat mocht. Dus toen hadden we een week de tijd om een stand van 90 vierkante meter op de jaarbeurs ingericht te krijgen. En geen geld. Nou, ik leg even uit hoe dat gaat. We dachten, er moet in ieder geval iets zijn waar je op kan zitten. Toen hebben we Fatboy gebeld, weet je wel, van die grote zitzakken. En toen zei hij, als we ze nou net zo schoon terugbrengen als dat we ze komen lenen, mag dat dan ook? Nou, dat doen we weer even spaak. Zeiden, ja, hoe weet ik dan dat ze schoon terugkomen? Was de afspraak, als jij ziet welke we gebruikt hebben, die betalen. Nou, vond hij goed, hadden we zitzakken. Toen hebben we wat laptops neergezet, zodat want je kan mensen dan uitleggen hoe social media werkt, want toen snapte niemand daar iets van. En we hebben gebeld bij de slechte, die bestond toen nog. Zeiden, joh, we gaan op een beurs staan, het is een trainers- en consultantbeurs. Hebben jullie nog boeken over die wij weg mogen geven op die beurs? Zucht van verlichting. Want wat was er aan de hand? De slechte was heel vier de meeste aan het voor boeken die ze aan de straatstenen niet kwijtraakten. Ik heb een busje, bijna een slechte, busje volgeknald met boeken. Dus als je dus die beurs kwam, dan zag je allemaal hele chique, hele strakke stands. Allemaal geïnspireerd op Apple, denk ik. Allemaal wit ronde hoekjes, et cetera. En ergens daartussen zag je ravages, zitzakken, boeken op elkaar geflikkerd en met oude computers erbij. Dat waren wij. Nou, als je ooit met marketing zit te worstelen, dat is handig om te doen. Want iedereen komt daarop af. Want ze zoeken de ravage, datgene wat afwijkt. En dus er kwam het winkelend publiek langs. Allemaal mensen met een zak vol met verzamelde stressballen en pennetjes. En die dan net je stem niet inlopen, want hun straks gaan ze terugpraten. En wie zijn jullie dan? Vroegen ze dan. Maar wij waren met 13 zo verschillend mogelijke mensen, want dat als je met een homogene groep staat, heb je ook maar één antwoord. Dus hoe diverser je groep, hoe groter de kans is dat je het antwoord in huis hebt. Dus stonden we met kunstenaars, schrijvers, adviseurs, gymnastiekleraars, sportdocenten, nou, nog wat van die lijn. Dus wij kunnen wel uitleggen wie wij zijn. Maar we vinden het veel spannender om te weten wat jij wilt, want dan kunnen we pas helpen. Dit kan je echt proberen. Straks zijn er 14 van die begeleiders. Een vriendje van mij, Martijn Aslander, die zei, als je die vraag nou ook op Twitter gaat stellen met de hashtag durfvraag, dan kunnen er nog veel meer mensen meedenken. En dat heeft ertoe geleid dat in de hoogtijdagen, want ik vind het zwaar over ze toch heen, kon je met de vraag in één keer zo'n 20.000 mensen bereiken. En dat is handig, er zit er altijd wel eentje tussen die kan helpen. Dus dat was een soort ontdekking. Hey, mensen vinden het leuk om te helpen en het werkt als een malle. Het leukste voorbeeldje wat ik van heb meegemaakt, inmiddels is die Ryan een vriend van mij. Ik was bij hem in Estland om een beurs te vragen, workshops te geven. En er zat een dame in de zaal en die wou een zorgboerderij beginnen. Nou, die had alles voor elkaar behalve een boerderij, dat had ze nog niet. En dat is voor een zorgboerderij op zich wel handig om erbij te hebben. Dus ze dacht, nou ja, God ze even begrepen. Ze riep in een groepje van 8 mensen, ja, heeft er nog iemand een boerderij nodig? Zit er een Amerikaan in datzelfde groepje? Hij zegt, nou, een beetje een raar verhaal. Ik ben naar Estland verhuisd om hier in Tallinn te werken, maar ik heb in het noorden een boerderij gekocht. En die werd voor mij beheerd, maar de beheerster is eruit. Wil jij? Dus daar zit ze niet met haar soort boerderij. Dat is toch geinig? Werkt niet altijd. Ik heb heel veel mensen inmiddels om zorgboerderij zien vragen. Werkt niet altijd. Maar je moet er voor de gein omdraaien. Stel je weet wat je wilt. Maar je besluit, zoals zoveel in Nederland, dat je het in je eentje moet kunnen, dat je al die kennis niet mag delen, maar geheim moet houden, dat het goed is voor je carrière, etc. En je stelt de vraag niet. En je komt er daarna achter dat degene die er toegang toe had, naast je zat. Dan zit je in het gala van gemiste kansen. En daar kiezen we helaas nog steeds en masse voor. En dat is stom. En wat ik weet is dat heel veel mensen denken, ja, maar ik wil anderen niet belasten en ik wil niet zeuren en weet ik, hè, kinderen die vaak worden overgeslagen. Maar gewoon even vragen aan jullie, wie van jullie vindt het leuk om iemand anders even te helpen met datgene waar hij goed in is en waar hij te veel van heeft, even vingers. Wie wil dat? Ja. Iedereen. Als mensen dat leuk vinden, betekent feitelijk dat je je omgeving de kans ontneemt om een beetje blijer te worden door niet om hulp te vragen. Ja, ben je er nog? Dus als je wilt bijdragen aan het internationaal geluk van je eigen vriendenkring, dan moet je juist wel om hulp vragen. Oké. Als je tussendoor al vraagt, ik ben van durf te vragen, dus het kan zijn dat je nu al iets wilt brullen. Nee? Oké. Dat moet niet. Mag.
Nou goed, dus dat waren de drie puntjes die ik meemaakte, worstelingen. En toen zeiden mensen, nou Niels, je lult er lekker over, maar als het dan waar is, bewijs dat dan maar eens. Ga dan maar eens projecten doen die een beetje van waarde zijn voor Nederland of voor de stad of weet ik wat. En ik zal er een paar geven. Een heel simpel voorbeeldje is dat er is in Nederland een initiatief dat heet Nederland in Dialoog. Dat gaat erover van, hey, kan je mensen van een zo divers mogelijk achtergrond niet wat meer met elkaar in contact brengen? In dat jaar, 2009, was dat in 50 steden, maar nog niet in Nijmegen. Wat deden ze? Ze zetten groepjes van 8 personen van een zo divers mogelijk achtergrond met elkaar aan tafel om 2 uur met elkaar in dialoog te gaan over een bepaald onderwerp. Dat is handig, want dan ontstaat er verbinding. En hoe meer verbinding je hebt, hoe meer kans je hebt dat mensen elkaar gaan helpen. Dus ik zei, mag ik dat in Nijmegen proberen? Ik vroeg dat aan Olga Blokhooy, de oprichter, mocht. Wat moest mij lukken? Minimaal 20 tafels, verdeeld over heel de stad, waar groepjes van 8 mensen zaten onder begeleiding van de dialoogbegeleider. Ze zei, mag. Ik zei, ja, maar wacht, ik heb een paar spelregels, want ik wil dat ding iets uitproberen. Nou, vertel. Ik zei, spelregel 1, er mag geen geld in omgaan naar mij. Zei ze, weet je het zeker? Want alle andere steden werken met subsidies of fondsen of private investors of whatever. Nou, ik weet niet zeker of het gaat lukken, maar ik weet wel zeker dat ik dat wil proberen. Ze zegt, waarom dan? Ze zegt, nou, 2 redenen. Eentje, in mijn wereld komen geld en gedoe altijd hand in hand binnen. Dus als je ergens geld bij stopt, komt er automatisch gedoe bij. Ik heb inmiddels ontdekt dat als je er geen geld bij stopt, dat er gewoon ook gedoe komt. Dus dat moet je even zelf weten. Maar het tweede is, als mensen niet voor het geld kunnen komen, dan moeten ze wel komen omdat ze echt mee willen helpen. En dat is een heftig spul. Mensen die echt mee willen helpen en die niet komen omdat het moet. Dus dat was spelregel 1. Mijn tweede spelregel was, mag het mislukken? Nou, hoezo dan? Nou, ik heb gemerkt dat als het niet mag mislukken, mensen zich vaak heel krampachtig gaan gedragen en zich vooral gaan richten op het behalen van het beloofde eindresultaat. Dus dan gaan ze kijken of ze die smart gemaakte doelstelling kunnen halen en al het andere wat creativiteit nog meer teweeg kan brengen, gaan ze niet doen, want dan worden ze nu op afgerekend. Dus als het mag mislukken, gaan mensen veel meer dingen proberen die ze anders niet zouden durven. Dat is handig om te doen. En het derde was, ik wil dat alles wat we ontdekken, deelbaar, schaalbaar en herhaalbaar is. Met andere woorden, als andere steden denken, ik wil ook zoiets gaan doen, dan moet je eigenlijk zo kunnen downloaden hoe je dat moet doen en dan kan je beginnen. Dus op alle ideeën die ik heb, ik zal straks ook even, vanmiddag kunnen 3 mensen een boekje van Durf te Vragen winnen of krijgen. Ik weet niet precies hoe dat gaat, maar daar zit voorin, staat copy left. Ken je wel uit het boek copyright? Niks uit deze uitgave mag veelvuldig gekopieerd of weet ik wat worden. Ik gebruik copyleft. Ik heb ook een tijdschrift uitgegeven, dus ik kan het voorlezen. Vind ik namelijk een goed idee. Copyleft is het volgende. Dit magazine, gaat over dit magazine, ontleent haar kracht aan de kunst van het delen. Hoe zichtbaarder het magazine is en hoe meer jij het deelt, hoe makkelijker het voor mensen wordt om het ook met overvloed te leren werken. Het is de nadrukkelijke droom van dit magazine om iedereen te laten weten dat het genoeg is. Het magazine kun je gratis downloaden van onze site. Alles uit dit magazine mag je daarom kopiëren, uitsturen, filmen, fotograferen, naspelen in films of toneelstukken en uitbuiten in rotsen. Het maakt ons niet uit, we willen graag dat dit gedachtegoed zoveel mogelijk mensen bereikt. Dat is copyleft. Dat betekent, doe er je stinkende best maar mee. Als je nu naar bol.com gaat en je tikt in Durf te Vragen boek, krijg je volgens mij 3 titels. Daar heb ik er maar eentje van geschreven. Dus het wordt gekopieerd als een malle. Maar het voordeel was, dat in Nederland heb je een bestseller als je 5000 boeken verkoopt. Je kon het boek al kopen, maar ja, het is ook gratis ter download beschikbaar. Dus de verkoop is niet zo goed. Maar het is wel in de eerste maand 30.000 keer gedownload. En als je ideeën hebt, je wil kennis delen, dan helpt copyleft misschien wel net even wat beter dan copyright. Dus dat is een soort tip. Dus dat waren spelregels van Nijmegen in dialoog. Nou, zei Olga, ik vind het goed, je doet je best maar. En nou is het probleem, ik mocht dus beginnen, ik had 2 maanden tijd, ik had geen geld. En probleem 2, ik had het nog nooit gedaan. Nou, dan kan je 2 dingen doen. Je kan doen alsof je weet hoe het moet. Fake it till you make it, heet het, geloof ik. Wat ik doe is zo breed mogelijk roepen dat ik iets ga proberen waarvan ik echt geen flauw idee heb hoe het moet. Wat is het verschil? Als je doet alsof je weet hoe het moet, gaat niemand je helpen, want dan denkt iedereen, nou, jij weet wel hoe het moet. Als je laat zien dat je niet weet hoe het moet, gaan mensen wel helpen, want die denken, oeh, hij gaat het doen, hij weet niet eens hoe het moet. We moeten hem helpen. Dus ik vind het handig om te laten zien dat je niet weet hoe het moet. Dus dat heb ik op websites gepubliceerd en daar zijn artikelen over geschreven. En wat ik er steeds bij zei is, omdat ik weet niet hoe het moet, maar de komende 2 maanden ben ik elke dag van 9 tot 5 op kantoor, Prins Bernhardstraat 7 in Nijmegen. Al heb je maar 10 minuten, bel even aan, kom even langs en help. Nou, dan zit je dan op kantoor te wachten, kan natuurlijk niemand.
langzaam en zeker na een week of zo kwamen wat mensen binnen druppelen. En de eerste die langskwam, dat was Loet. Loet is grafisch ontwerper. En die zei, heb je al een logootje? Maar ik had nog geen logootje. Hij zei, zal ik een logootje en een website voor je maken? Had hij gemaakt. En toen ontdekte ik dat als je van het waarmaken bent, ik ben van het waarmaken, dan helpt het om te beginnen met een plaatje, een logootje of een website. Want zodra je dat, jullie zijn allemaal waarschijnlijk al met iets begonnen, en dan zegt de gesprekspartner, zegt, heb je al iets? En als je dan iets kan laten zien in een plaatje, een logootje en een website, dan denken ze heel vaak, poepoe, dat is al iets. Dus het begin van een reis is altijd tekenen niet je plaatje, website of iets. Dat had Loet gemaakt. Toen kwam Jules binnen, die zei, doe mij dat logootje, ging weer weg, kwam die een week later terug, had hij 20 t-shirts laten drukken. Hij zei, ja, dat stond niet op je verlanglijstje, maar ja, dat kan ik nou helemaal goed. Ik zat in een zak van t-shirtjes. Maar ik moest een lezing geven op de hogeschool in Nijmegen. Ik had gevraagd de studenten om te gaan flyeren in die stad. Nou, wouden ze allemaal niet. Ik zei, nee, ik heb een t-shirtje bijna in de stof flyeren. En flyers, als je geen budget hebt en je wel flyers nodig, dat gaat zo. Je belt een drukker en zegt, hallo drukker, we gaan iets heel leuks doen, in Deventer in ieder geval. We gaan iets heel leuks doen en we hebben flyers nodig, maar we hebben niet zoveel budget. Maar klopt het dat bij u van de visitekaartjes zo die je print, dat u altijd een wit strookje af moet snijden? En dan zegt de drukker ja, of hij liegt, een van de twee. En als hij ja zegt, dan vraag je, hoe breed is dat wit strookje dan? Dan zeg ik, nou, het is zo breed. Dan bel je je eigen Loet op en zeg je, Loet, kan jij een stukje tekst opmaken in die breedte? Dan wil je de drukker weer op, zeg hallo lieve drukker, daar ben ik weer. Wat grappig, want jij zei net dat je dit toch weggooide. En dan hebben wij tekst precies in die breedte, dat past net. Kan jij daar je flyertjes op drukken? En dat doet hij dan. Heb je je flyers van niks? Snap je? Dus zo kan het werken, hè? Dus dat zijn flyertjes, nou, dan weet ik wat bekender. En dan gebeurt er iets, althans in Nijmegen is dat zo, ik noem dat de kasteelheren, dat zijn de vastgoedeigenaren, de ondernemersnetwerken, etc. Die komen eens in de maand vrijdagmiddag bij elkaar in de vereniging. En het is handig als die weten wat er gaande is, want als die gaan helpen, dan ga je ineens door het plafond heen. In dit geval waren we Royal Haskoning, die zei, we willen wel helpen, maar we weten niet hoe. Toen zei ik, ja, maar jullie detacheren toch over de hele wereld? Ja. Ik zeg, dan zal er wel veel leeg staan in jullie pand? Ja. Mogen wij het? Ja. Dus we hadden een auditorium en we hadden koffie en thee, etc. En de Albert Heijn wel. Die zei, we willen ook meedoen, maar we vinden het een beetje eng, omdat jij overal ook zegt dat het kan mislukken en dat hoort niet zo bij onze stem. Dus wat nou? Dus ik vond het spannend. Ik zei, nou, laten we eens kijken waar je wel mee kan helpen. En dan moet je altijd in het echt koffie of thee gaan drinken bij iemand. Dus niet digitaal afhandelen met mailtjes, etc. Want ze willen gewoon even voelen van, hé, wat voor vlees heb ik in de kuip. Dus ik daarheen. Ik zei, maar jullie hebben toch wel kassabonnen? Nou, dat hebben ze bij de Albert Heijn heel veel. Krijg je gratis bij de uitgang mee. En ik zei, wat staat er dan op die kassabonnen? Nou, je boodschap en dan onderop vaak zoiets van, nou, de broccoli is in de aanbieding of zoiets. Ik zei, daar onderop, hè. Kan daar niet komen te staan. De Albert Heijn schrijft aan bij Nijmegen in dialoog, u toch ook? En dan een verwijzing naar onze website. Kreeg een momentje, bellen naar het hoofdkantoor. Twee dagen later stonden op alle kassabonnen van alle Albert Heijns in het hele Rijk van Nijmegen. Dat is bereik, hè? Dus schrijf een naam in je marketingbudget dat alle keer dat voor hetzelfde bereik. Het is gewoon beschikbaar. Ik al mijn vriendjes bel, we staan op de bon van de Albert Heijn, heb je het gezien? Ik kom nooit bij de Albert Heijn. Ik kwam erachter dat het geen s'nachts uitmaakt, want het verhaal was zo cool dat ze er toch over gingen vertellen. En als dat helemaal gelukt is, dan heb Rabobank gebeld. Hé, Rabobank, we gaan iets leuks doen in Nijmegen. Staat er trouwens in je pinautomaten. Nou, hypotheek dit, hypotheek dat. Kan daar komen te staan, ook de Rabobank schrijft aan bij Nijmegen. Die loopt u toch ook. Dus als jij ging pinnen, dan zag jij weer ons logootje en weer wat aan het doen zijn. Kortom, op een gegeven moment wist heel Nijmegen ervan. En was er nog geen cent uitgegeven. Het is gelukt, die 20 tafels. We stonden zelfs tijdens de wedstrijden van NEC op de borden waar je naar kan sms'en. Dus dat hele stadium kon het in theorie zien. Dus dat is gelukt. En ik dacht, dat is interessant. Ik had mijn boekhouder gebeld. Ik zei, goh joh, heel even, hè, als ik dit nou vooraf gefinancierd had moeten krijgen, vertel eens, om hoeveel was het dan gegaan? Moest een beetje lachen. Toen zei hij, als hij dit vooraf gefinancierd had gekregen, dan hadden mensen gezegd, wat is precies je plan? En dan was je niet echt uitgekomen, want er had er iets gestaan als ik Niels Roemen, ga eens proberen wat ik nog nooit gedaan heb. Ik weet ook niet zeker of het gaat lukken. Ze had niemand geld op. Maar het is wel gelukt. Dus kan je dat voor mij uitrekenen, of kan je wel laten zien wat ik allemaal voor elkaar kreeg, hoeveel geld ik zou hebben gehad om in te kopen. Dan was het om 60.000 euro gegaan. Dat is meer dan Stichting Doen geeft, het gaat om 50.000 euro. Dus dit kan, dit is gewoon aan de hand. Nou, dat was mijn even in de loop, dan zit ik in mijn tijd. Nee, het gaat goed. Gaat goed, hè? Je hebt nog 15 minuten. Oké. Dus wat ik daar zag was, als je maar ziet wat er over is in je omgeving en je plakt het aan elkaar, dan wordt beter gezet, makkelijker, goedkoper en wat mij betreft leuker dan ooit tevoren.
Dus hoog tijd om te leren grabbelen. Toen dacht ik, wat zou er nou gebeuren als je op dezezelfde manier projecten voor een leuke stad zou gaan ontwikkelen? En wat we ontdekt hadden was, wat je nodig hebt zijn leuke mensen die je bij elkaar brengt. En om mensen bij elkaar te brengen helpt het vaak als ze weten dat ze naar dezelfde plek toe gaan, want dat is bij elkaar. Dus wij zijn naar een wooncorporatie gegaan en zeiden, joh, er staat 7 miljoen leden in Nederland. Hebben jullie nog een hokje over waar wij met elkaar kunnen ontmoeten? Wij is in dit geval Sjoen Martin, die op de fiets stapte en naar Stad Vast deed. En die kwam terug en zei, dit is een beetje een raar verhaal. We hebben een band gekregen. Dat is een oude auto-onderdelenzaak. Goed beter hebben auto-onderdelen. En die was failliet. Het stond leeg, 2 gymzalen groot. En we mochten het hebben, want het zou toch binnen 3 maanden plat gaan. Dus welke ondernemer wil daar geld aan uitgeven? We hebben er 3 jaar gezeten. Dus als je een bankcadeau krijgt, dan moet je wel, om dat gewoon in ere te houden, het ook inrichten zonder geld. En dat kan. Wat heb je nodig voor meubels? Iemand? Meubels zijn meestal van hout. En hout, wie van jullie heeft er thuis een plankje, plintje of bladje liggen wat hij nooit meer gebruikt? Een stukje hout, wie heeft dat? De vingers? Vast wel erg. Dat heeft bijna iedereen in Nederland. En dat is 1 lullig plankje en dan heb je geen reden aan. Dus de grap is individueel en onverbonden. Ik blijf dat er nou om zonder geld steeds dingen voor elkaar te krijgen. En even een lang verhaal kort maken. Samenvattend zei deze heer, weet je wat het grote verschil is tussen hoe jullie opereren en hoe wij opereren? Hij zegt, jullie staan standaard op overvloed en wij staan standaard op schaarste. En dat vind ik wel heftig in een wereld en een land waarvan ik zeker weet dat er genoeg is, maar dat de verkeerde plek onbenut ligt te wezen. Dus mij is er alles aan gelegen om de instelling van schaarste naar overvloed te doen. En daarom ben ik Nijmegen Sharing City gestart. En wat ik jullie mee wil geven tot slot, voor vandaag, maar hopelijk ook voor dromen in de toekomst, is dat als je gaat plooien vanuit overvloed, dan gelden andere spelregels. Even voor de duidelijkheid, ik ben niet tegen geld. Ik vind geld echt een handelsspul. Als ik bij de bakker steeds een lezing moet geven dat ik een krediet wil krijgen, slecht idee. Het is dus handelsspul. Waar ik tegen ben, is pas op reis gaan als je weet dat je geld hebt. Zonder te vragen om wat je nodig hebt. Om daar dat beeld iets verder te krijgen, heb ik nog 1 dingetje gemaakt. Dat ik dacht, nou, misschien moet iedereen het weten, dat is dat magazine Er is genoeg. Ik denk, ik ga gewoon iedereen vertellen dat er genoeg is. En dit magazine heb ik ook gemaakt op basis van overvloed. Dus ik ben gewoon overal gaan praten, wie kan een magazine maken en wil helpen. Nou, voilà, magazine klaar. Maar daar hebben we een aantal spelregels bij elkaar gehakt. Die gaan over hoe kan je nou in die overvloedwereld dingen voor elkaar krijgen. En dit is het oorspronkelijke, dit kwam voort uit het bekervergadering van de leden. Dit is over hoe gaan we samenwerken. En die wil ik nog even meegeven als tip voor hopelijk de dromen, ideeën, etc. die jullie voor elkaar willen krijgen. Het eerste is, weet duidelijk welke berg je wilt verzetten en vertel het in het Nederlands. Wat bedoel ik daarmee? Heel veel mensen die beginnen dan met een missie-visie-stuk en dan gaan ze een soort doelstelling beschrijven en als je 15 pagina's dat doorgelezen hebt, snap je helemaal niet meer wat ze willen. Daar is een trucje voor. Verzin wat je wil, vertel het aan mensen van tussen de 8 en de 14 en vraag hun dan het terug te vertellen aan jou. Als jij daar geen rekening van snapt, heb jij een fout gezegd. Dat is de truc. Dus weet wat je wilt. Het tweede is, deel die droom op alle plekken met iedereen. Dan komen er mensen en dan moet je alleen maar gas geven met wie ook gas geeft. Dus wat je heel vaak ziet, is dat mensen in discussie gaan met hen die aan de rem trekken. Nou, een vriendje van mij die zei, je hebt bij projecten 2 soorten mensen. Je hebt putjes en je hebt motortjes. En het gaat van een putje, daar gooi je een knaak in, knaak weg. Een motortje, daar gooi je een knaak in en er gebeurt meer. Ze begint te helpen, mee te denken, komen met ideeën, contacten of spullen, etc. De kunst is, als je het net als ik ook maar 24 uur per dag hebt, niet de remmen te overtuigen, maar met hen die gas geven te gaan bouwen. Zij komen vanzelf wel. Je moet wel welkom blijven heden, dus ook niet veroordelen. Het is ook prima dat jij nog niet wil. Alleen ik heb geen tijd om daarmee bezig te zijn. Want ik ben een huis aan het bouwen, dat ga ik nu doen. Dus geef gas met de mensen die gaan. Dat is de tweede spelregel die wij hebben. Ik ben niet van de platte organisaties. Er moet een baas zijn aan het eind. Want anders krijg je gedoe. Anders gaat iedereen over alles met z'n allen willen beslissen en niet iedereen is het over alles altijd eens. En dan krijg je gedoe. Dus een baas. Mijn batterij zou het langzaam begeven. Dat is wel een mooi moment dat je het nu begeeft. Dus een baas is handig. En met een baas bedoel ik iemand die uiteindelijk kan zeggen ja of nee, maar we gaan het wel nu zo doen. Dat is belangrijk. Misschien herken je het wel uit supergroepjes waar je in staat waarin je dat we moeten met alles met elkaar eens zijn. Dan is het belangrijk dat je alleen maar doet wat je echt wilt en op tijd om hulp roept. Het leeuwendeel van de mensen belooft iets,
voelt zelf dat het mis aan het gaan is en gaat dan heel hard werken om de boel toch nog te redden. En die mensen zijn altijd te laat. En dan is het team teleurgesteld. Het is veel slimmer om te zeggen, ik ga het wel proberen, maar het kan zijn dat het me niet lukt en dan ga ik dat op tijd laten weten, want dan kunnen mensen nog helpen. Daar komt durf de vraag terug. Betekent dus, als je niet weet wat je wilt en er niet om vraagt, dan kies je standaard voor het halen van de gemiste kansen en geloof dat wordt al genoeg gedaan. Volgens mij is het aan jullie om te kiezen voor de wereld van de mogelijkheden, van het bergen zetten. En dat begint volgens mij met vragen wat je wilt. Dat kan je vandaag doen, maar ik hoop ook in de verdere toekomst. En ik beloof je, mensen willen helpen. Heel veel succes.